Deel 4 van het haken van de pleat. We gaan de rand met de rand beginnen. We hebben ze nu eigenlijk allemaal aan elkaar gehaakt. Zoals je ziet. En het is best wel een deken. Ik krijg hem er denk ik niet helemaal op beeld. En nu gaan we starten met het haken van de rand. Dan zorg je dat je de goede kant naar je toe kijkt. En nu haken we eigenlijk het eerste gedeelte van de rand. Dus helemaal rondom alles met een vaste. Het maakt eigenlijk niet uit waar je begint. En je haakt eigenlijk helemaal rondom een vaste, zodat straks met de boogjes het wat makkelijker is ook om, en het is ook netjes, want dit werk je dan ook weer netjes af met de vaste. En je zou ook eventueel gewoon een rechterrand kunnen laten, dus eigenlijk na al die vaste zou hem eigenlijk ook al, ja, is eigenlijk ook al wel mooi. Maar we gaan nu eerst dus de hele rand, dus in alle vaste en vaste haken. Een hele klus. Maar wel een klus waarbij je niet hoeft na te denken. Dus dat is wel lekker. Dus je kan gewoon lekker doorhaken. Ik doe dat ook vaak lekker voor de televisie. Dan kan ik even goed het programma volgen. En en er komt ook nog eens wat leuks uit je handen vandaan. Dus dat is helemaal mooi. Zijn we bijna bij de hoek. En daar doen we eigenlijk net als de vorige keer. Een vaste, twee losse en een vaste in de hoek. En de hoek had ik gemarkeerd met een markeerhaker. Die zijn wel bij de hoek, dus haal ik die er even uit. En dan haken we dus een vaste, twee losse en een vaste. En dan doe ik toch altijd weer even de markeren terugplaatsen, omdat ik dan gewoon weet, daar zijn de hoeken, zitten de hoeken. En dan gewoon weer in elke vaste en vaste. We zijn bijna bij het eind van de deken. We zitten nu in deel 4. Dan heb je straks een mooie pleat. Leuk als decoratie over een bank. Of een sprei op een bed. Of leuk over een stoel gedrapeerd. Je kan er, en ook heerlijk om onder te kruipen natuurlijk. In de zwoele zomermaanden, als het 's avonds toch ietsjes wat frisser wordt. Kun je lekker onderkruipen. Of lekker in de veranda. Of in de tent. Of caravan. Flirt je caravan ook nog een beetje op. Dat is ook wel leuk. Nu zijn we, dit is de hoek van het vierkantje, dus dan doen we één vaste. En dan komen we bij dat we die vierkantjes aan elkaar hebben gehaakt, dus hier komt ook één vaste. Dan doen we in het midden, haal ik mijn naald altijd door er doorheen en dan haken we een vaste. En dan weer daarnaast weer een vaste. Zitten we in de hoek, haken we weer een vaste. En zo door. Kijk, want dan loopt deze ook wel mooi door.
kan nog even verder. Laat ik het je bij de volgende punt waar we de, hoe zeg je dat eigenlijk, de vierkantjes aan elkaar hebben gehaakt. Hoe daar die vaste, het is eigenlijk overal één vaste nu. Dus ook in de, in die hoeken van de vierkantjes die je aan elkaar hebt gehaakt. De stroken, dat vind ik wel een mooi woord. Dus dit zijn de stroken die je aan elkaar hebt gehaakt. Die stroken heb je aan elkaar gehaakt. Kijk, we zijn nu hier bij die hoek. Hier nog een vaste. Zitten we in die hoek. Daar komt de vaste. Een vaste in die hoek waar je de stroken aan elkaar hebt gehaakt. Ik haal hier je naald erheen. Het is gewoon, ik haak hem er doorheen. Lukt dat niet, kun je hem ook gewoon helemaal zo meenemen. Dat is eigenlijk geen verschil, misschien eigenlijk nog wel makkelijker ook. Hier weer een vaste. Zit je in die hoek. Een vaste. En gewoon weer in elke vaste een vaste. Dus eigenlijk overal één vaste. Op elk punt. Behalve in de hoeken dan van de deken. Een vaste, twee losse en een vaste. En zo ga je eigenlijk helemaal rond. We zijn helemaal rond. Dan sluiten we hem af met een halve vaste. En dan knippen we het draad niet af. Nee, je kan er al tevreden mee zijn. Dat je zegt van nou, ik laat de rand zo. Ik vind het prima. Ik maak er nog boogjes omheen. En je zou eventueel ook nog stokjes kunnen doen. Dat je nog een iets langere, dikkere rand krijgt. Dat is ook mooi. Maar ik maak dus boogjes. Dus ik ga gelijk door. Dus ik maak, haak nu 4 lossen. 1, 3, 4. Sla 1, 2, 3 steken over. En zet hem vast met de vaste. Dus weer 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3 stokjes over in de vierde. De 4 steken slaan we over, bedoel ik. 3 steken slaan we over. En zo gaan we eigenlijk ook weer helemaal rond. Dus 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Slaan 4 steken over. 1, 2, 3. Steken hem hierin met een vaste. Weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En we slaan weer 3 steken over. 1, 2, 3. Steken hem hierin met een vaste. Weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. 3 steken overslaan. 1, 2, 3. Met een vaste. En zo gaan we eigenlijk weer de hele deken rond. En dan gaan we hier straks stokjes in haken, zodat het een mooi boogje wordt. Dat is dan een vaste, een half stokje, stokje, dubbel stokje enzovoort. Maar dat zien we straks. We zijn bij de hoek aangekomen. Dus 4 lossen. 1, 2, 3. Steken we hem in de hoek. Een vaste. Weer 2 lossen. 1, 2. Ik haal even de markeerde eruit. Die mag er nu wel uit. Oh, niet in mijn mond stoppen, dan kan ik niet meer praten. Oh, nu zie ik in één keer dat ik één nagel gelakt heb. Dat is van mijn dochter. Ze een nieuw kleurtje had ze gekocht. Dus even proberen. Ik werk in de zorg, dus ik mag sowieso geen gelakte nagels hebben. En vandaar dat mijn nagels ook zo kort zijn. Dus die wordt er straks weer afgehaald. Ik ben het vergeten, ik zie het nu in één keer. Maar in ieder geval, we zijn in de hoek. We
Zet er een vaste in de hoek, twee losse. Weer een vaste. En eigenlijk, doe ik weer even markeren hier. Gaan we weer dan verder met vier losse dus. 1, 2, 3, 4. Staan weer 3 steken over. 1, 2, 3. Zetten hem vast met een vaste. 1, 2, 3, 4. 3 steken overslaan. 1. Nee, deze vind ik netjes. Die doe ik even overnieuw. Ik weet niet dat ik het draadje niet goed mee heb gehaakt. 1, 2, 3. 4 lossen. 1, 2, 3 steken overslaan. Zetten hem vast met een vaste in de vierde. Weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Steek overslaan. 1, 2, 3, 4. En zo ga je eigenlijk weer helemaal rond. Dus als je bij de hoek bent. Dus 4 lossen, je slaat 3 steken over, je zet hem vast met een vaste in de hoek. 2 lossen, nog een vaste in de hoek. En je gaat eigenlijk weer net zo verder als dat je gegaan bent. 4 lossen, 3 steken overslaan, weer 4 lossen, 3 steken overslaan. En zo ga je eigenlijk weer de hele deken rond. En we zijn weer bij de hoek. 4 lossen, 1, 2, 3. 4, 3 steken overslaan, een vaste en omdat we in de hoek zijn, 2 lossen en weer een vaste in de hoek. 1. Nu kan het wel eens voorkomen dat je verkeerd telt. Dat je bijvoorbeeld hier eindigt. Waardoor je nog maar 2 steken hebt om over te zijn, is geen ramp. Je hoeft het niet helemaal uit te gaan halen. Dan doe je gewoon 1 losse minder. En steek hem vast in de hoek. Want eigenlijk straks met die stokjes die we gaan maken, past ook in een boog van 3. Dus dat is geen ramp. Dus als dat zo uit mag komen een keer, haal niet uit. Het valt straks helemaal niet op in de deken. Dan zou ik het lekker zo laten. Ik kom toevallig elke keer nu wel uit. Want ik heb deze deken al meerdere keren gehaakt. En het is al wel eens, bij mij al wel eens voorgekomen. Inderdaad dat ik ook niet helemaal uitkwam. En op een gegeven moment beet zat om het uit te halen. Dus ik denk van weet je wat. We doen gewoon een losse minder. En steken hem in de hoek. En uiteindelijk zag je er helemaal niks van in de deken. Dus dat is op zich geen ramp. Dus als je niet uitkomt. Ik kom nu toevallig wel steeds uit. Dat is wel heel erg fijn, moet ik zeggen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nog eentje erbij. Vooral omdat je het nu op video laat zien. En daarom zeg ik het er ook bij. Van als het een keertje misgaat, is het geen ramp. Want je ziet het echt niet terug in de deken straks. En daarom is het ook wel handig als je zegt van ik wil gewoon een rechte rand. Dat je gewoon in elke vaste weer een stokje doet. Of een half stokje, zodat de rand wat dikker en gewoon vierkant strak is. Nou, dan is het ook geen probleem. Dan doe je de hoeken trouwens hetzelfde. Een vaste, 2 losse en een vaste. Zo ga je eigenlijk de hele tijd door. Straks ook met die boogjes blijft dit een vaste, 2 losse en een vaste. Dat is eigenlijk net zo makkelijk en ook mooi. Dit was deel 4. Van de deken, ik ben nog niet helemaal rond. Dat duurt nog wel even. Je sluit aan het eind weer af met een halve vaste. Dat laat ik in deel 5 zien. En dan laat ik je ook zien hoe je deze boogjes verder afhaakt. En dan is deel 5 het laatste deel van de deken. Veel haakplezier weer. En we zien je bij het laatste deel straks, deel 5. Dag!